motoren. Daar hebben we Jan Tuursma. En geef hem een applaus, dames en heren. Jan Tuursma. Hij wordt hier winnaar van deze 800. Jan Tuursma. 25 minuten en een aantal seconden. Ivan Tamminga pakt hier de tweede plaats. De man uit Nieuwe-Pekela. Kijk eens, 25 minuten 20. Ben Stellingberg, helemaal fijn. Ben Stellingberg pakt hier een derde plaats. Enorm goed, jongens. 25,5 minuut van Ben Stellingberg. En dan, om het succes compleet te maken, Willem Opten, de man uit Zuidlaren, onze master, met 25 minuten en 42 seconden. Nou, de eerste vier hebben we hier over de streep. Ja, het mooie, dames en heren, zal ik even tegen u zeggen. De mannen die kregen bij Loop Leeuwarden, kregen ze ook een kruisje Boomsma. En die Ben Stellingberg kwam die na afloop bij me brengen. Harm, heb jij meer aan? Maarten Zegers, hij pakt hier de volgende plaats. Maarten Zegers, 26 minuten, 9 seconden. Andrew Harris, Larraakse, hier met nummer 7. Gaat met 26 minuten en 16 seconden. Gaat hier naar de strijd. 796 hebben we dan Frank Rijntje van Bam Zegers. Frank Rijntje, 26 minuten en zo een 27 seconden, dames en heren. En dan gaan we natuurlijk ook wachten op de eerste bij de mannen 50. Maar eerst hier bij de startnummer 312 hebben we dan onze volgende man binnen, Gert-Ophloor, Martin Veenhuizen. We krijgen hier met nummer 185 Arjan van der Loch. Van Teunis met 27 minuten en 42 seconden. En dan gaan we ook wachten op de eerste vrouw. U weet nog eens, op 29,5 minuut moet er ongeveer gaan worden. En dan krijgen we hier het nummer 665. Hadden we dan de binnenkomst hier gezien van Jan Sietse Jonker bij de mannen senioren. Met zo'n 28 minuten over de 8 kilometer. Hem hebben we dus hier over de streep. Volgende worden een aantal mannen. We krijgen hier dan binnen. Met het nummer 663 Ralf de Jong. En met nummer 614 zagen we dan onze volgende atleet hier binnenkomen. En dan, ja, hier met nummer 633. Hebben we dan ook over de streep. We hebben 28,5 minuut, dames en heren. Nog een minuutje, schat ik zo. Dan krijgen we Jessica Oosterloo hier misschien naar de finish. We krijgen dan ook met nummer 8 Marvin Idema. Kijk eens, onze Nederlands kampioen triathlon. Hè. 328. Gaan we hier ook finishen met Rima Rinkema. Die we dus binnen hebben gekregen. Dan van Wegen. Ook alweer een Oost-Groningen. Hier met nummer 798, Naamco Drem. En dan, dames en heren, Jessica Oosterloo. Pak hier de overwinning, beide dames. Jessica Oosterloo, 29 minuten en 13 seconden. Officieus natuurlijk, Jan de Vries, Impala. Dan hier met nummer 700, Mienter Steensma. En hij komt dus vanuit de Borussiaslaan. Danspraktijk. Dan met nummer 525 komen we dan op de volgende atleet. Nou, Runnersveld, nummer 823, Frank Marks, 294. Hebben we dan binnengekregen Jappie Dolle van de SV Friesland. Dan met nummer 565 hebben we dan verder Geert Siert van der Zee. En voor hem hebben we dan een tijd rond de 29 minuten en een 50tal seconden. Wat een verrassende ontknoping van deze wedstrijd vandaag. Oké, hem hebben we binnen. 30 minuten en zo'n 7 seconden. 8:24 Peter Pettinga. Dan hier met nummer 704. Gaan we dan hier over de finish met Ring van de Molen. En 558 Corton. En voor hem hadden we dan een tijd rond de 30 minuten. En een 20tal seconden. 750. Hier dan Lars Mulder van BAG de Sportlaan. En dan hier met nummer 681 Erik Bakker. En Erik met 30 minuten en 44 seconden.
Daarachter met het nummer 813 van Folier van PCW de Paardriezer. Hebben we hem hier dus zo'n 30 minuten, 55 seconden. Eeuwig God, ook alweer uit het Groningse. Hier met het nummer 575 met 31 minuten en 5 seconden. 657 gaan we hier over de streep krijgen. En dan Dick Gelderblom. En hier met nummer 572 hadden we dus ook de volgende man uit Groningen, ook de zegen. En dan hebben we een tijd van 31 minuten en zo'n 25 seconden gehad. En dan, dames en heren, wachten we nog steeds op de tweede vrouw. He, want die moeten we ook nog hier binnen gaan krijgen. Die is hier met nummer 707. Gaan we dus hier naar de streep met Martin van der Duin. Dan hier ook met nummer 737. Gaan we dus hier binnenkrijgen, dames en heren, onze grote vriend. En dan moeten we even heel snel gaan bladeren. Maar we gaan ons even concentreren. Hier op een hele mooie eindsprint. Kijk eens, en het is dan 269. Die hier dan als allereerste hier dan de lijn gaat passeren. Dan met nummer 227 hadden we Sharon Bertijstra van Leonidas. Ja. Hier dan Jacinta van Stel, pak hier de tweede plaats bij de dames in het frisse groen met 32 minuten en een 20-tal seconden. Ook een hele goede tweede plaats, Anton Spinder van Impala. Dat was de laatste man die we dan over de finish zagen komen. En dan gaan we ook hier met de volgende mannen. Gaan we hier dus naar de finish. Zoals hier met nummer 182 Piet Aardenburg van Hollandia uit Hoorn. En dan hier, dames en heren, Gerrit Ietma van Impala. Die dus dan net de lijn is gepasseerd. En dan met nummer 560 Sietse van der Meij. En 342. Gaan we dan kijken bij de recreanten. En dan hebben we daar dan de binnenkomst gezien. Gijs van Leeuwen uit Hazenswoude. Die dan met nummer 605. Hebben dan Kees van der Berg uit Beekterswaag. En dan ook met nummer 583. Jurgen de Vries. Hij komt ook bij de mannen. Hier dan, meneer, als je even voor de klok weg kunt gaan, dan heel erg fijn. Kijk eens wat mooi! Hier dan met nummer 667 was het dan Jan Zijnstra. Die won de sprint van zijn kameraad. Hier dan met nummer 180 hadden we de binnenkomst van een wedstrijd atleet. En dan hebben we dus gekeken af voor de tussen van Impala. Brenda de Jong. Met nummer 14 zien we straks terug op het herenpodium. Derde bij de dames overal. 34 minuten en een 9-tal seconden. Dan gaan we hier met nummer 24. Hadden we dus Jan Albert Wening van De Jong. Hadden we hier over de streep. Dan met nummer 485. Hilma van Galen van start 78 op een vierde plaats bij de dames. 34 minuten en zo een 33-tal seconden. Ja, hoe ging dat het vorig jaar? Het vorig jaar, dames en heren, hadden we dan de snelste tijd van Adriaan Fransen met zo'n 25 minuten en een 12-tal seconden. En de tijd van de laatste deelnemer, dat was dan op plaats 218, 57 minuten. Daar moeten we ongeveer vanuit gaan. Annemiek Watermulde, nummer 5, beide dames. Annemiek Watermulde hier met nummer 376. En dan hier met nummer 261. Hebben we dan hier de binnenkomst ook gezien van Erik Stoop vanuit Drachten. Piet hier vanuit de... Ja. Ook zijn bedrijf. We gaan dan hier naar het nummer 130. En dan gaan we dus ook hier aan de finish krijgen. Marco Oort uit Urenterp. En dan met het nummer 298. Gaan we finishen met Mathilde van der Hessen uit Drachten.
584 hebben we hier dan aan de finish binnen zien komen. Vriend Jurien Rijlaars dan. En hier op nummer 586, Abigail Taylor, die dan binnen is gekomen. Zesde vrouw, 36 minuten precies, heeft zij gedaan over deze 8 kilometer. En dan gaan we dus naar vrouw nummer 7. Jaring! Nummer 15, Tessa Boos van de AV Horror uit Sneek met 36 minuten en een 19-tal seconden. Hier dan met nummer 740 bij de bedrijven Jan ten Katen van Veneboer voor 2000. Dan hier met nummer 725. Hebben we dan Karel Willem van De Jong, hier met nummer 845. Hebben we dan bij de dames Adrie Hartel van de Friese Wouden hier binnengekregen. En dan 738 met Chris van de Veen van Veneboer Sport. En hier met nummer 369. Nog eens even een hele goede sprint van deze jongeman. En dan kwamen we dus binnen met Johan Bergsma hier uit Drachten. 538, Ruben Slagmolen uit Zoeterwoude. Hier dan met een tijd van 37 minuten en een 15-tal seconden. Zeg het daar, hè? 430, Hartelien Stelstra uit Burgen. Die dacht van nog even binnendoor, nog eens even daarvoor een vriend of partner of hardloopkameraad, weet ik veel, om nog eens even voor te komen. Maar die had het in de gaten, deed er nog even een stapje bij. En het plan is in, dat viel dus in duigen. Hier met nummer 763 gaan we naar de streep met Rijn Jacobi van Autoland. Hier dan met nummer 599. Hebben we dan ook over de streep gekregen. Hier trouwens 828 Willeke Zijlstra van Talpa Accountancy. Zo met een tijd rond de 38 minuten. Hier dan met nummer 860 hebben we dan Erik Rinda van de Friese Wouden. 732 hadden we dan binnengekregen Hielke Postumus van Veneboer voor 2000. 842 Jouke Dauma van de Friese Wouden. Hier dan van de Talan met nummer 817 Hendrik de Jong. Daar met nummer 283 hebben we dan in het goede shirt hebben we hier binnengekregen. 731 met Peter-Jan Veneboer van Veneboer Sport 2000. En kijk eens, Kistra, de kracht van Drachten. Hier dan met nummer 474. Hadden we dan bij de dames over de streep gekregen. Karin Besser vanuit Oosterwolde. 479. Titia Visser uit Drachten. Titia, kom eens even liever. Kom eens even. Kom maar, heb ik vaak bij jou genoten vroeger, hè? Hey. Even daar nog over mij, anders gaat het verkeerd met jouw tijd. Ja, oké. Okay. Ja, geweldig, hè? We gaan voor de prijsuitreiking. Wil ik graag de volgende mannen en vrouwen. Die wil ik graag hier achter naar de bus van Sportcom uit Winsum. En dat zijn Jan Stuursma, Iwan Kamiga, Ben Stellingberg, Jim Opten, Andrew Larrasen, Martin Veenhuizen, Didier Sillé, Jan de Vries, Erik Bakker, dan Jessica Oosterlo, Jacinta van Zijl, Brenda de Jong, dan Frank Rijntjen, Sander van Tartwijk en Naamco Trent. Dus dames en heren, ik noem ze nog één keer, de mannen en de vrouwen die we dus vragen nu naar het erepodium te willen komen. Erepodium hier dus achter de bus, Jan Stuursma, Iwan Kamiga, Ben Stellingberg, Wim Opten, Andrew Larrasen, Martin Veenhuizen, Didier Sené, Jan de Vries, Erik Bakker. We hebben dan verder Jessica Oosterlo, Jacinta van Zijl, Brenda de Jong en Frank Rijntjes, Sander van Tartwijk en Danko Drent. Graag even melden.
dames en heren, daar voor die prijsuitreiking. Nou. Voor de mannen senioren zijn het dus Jan Stuursma, Ivan Kamika, Ben Stellingberg. Jongens, even melden hier aan de finish. We hebben dan afwacht. Hallo! Brenda de Jong, Jacinta van Zijl is hier gestaan. Jullie geven Jessica Oosterlo er even bij. Jessica, even melden liever hier even bij. De finish, want dan kunnen wij van de prijsuitreiking onmiddellijk laten plaatsvinden. Dus even Jessica Oosterlo. Even komen direct naar de prijsuitreiking. Ja, want dat is wel een essentieel onderdeel van dit wel winnares geworden vandaag. Dan bij de mannen Jan Stuursma, Ivan Kamiga, Ben Stellingberg, Wim Opten, Andrew Larazen, DJ Sneen, Jan de Vries, Erik Bakker, Sprong Rijntjes, Sander van Tartwijk, Namco Drent. En dan natuurlijk de jongens tot 11 jaar. We gaan even hier naar het nummer 339 waarop de binnenkomt. Helemaal geweldig gefeliciteerd. En we gaan haar hier binnenkrijgen, dames en heren. 56 minuten en 8 seconden. Nancy Kavik van Friesland. En dan hier met nummer 214. Josh Smit uitsneemt 728. Hadden we hier dan naar de schrijf Jan Eikinga van De Jong, 874. Sonja Konijn uit Beethoven. En Sonja, hier met zijn 56 minuten, 38 seconden. Nummer 400, Klaas Kruijzen. Nummer 513, Johanna Vinkra, loopgroep Terhuis de Veen. Dan met nummer 39, Joost van der Werf. 138, 139. Hebben dan de Lisette en Geen Bruinsma. En 697 zagen we hier dan binnenkomen. Hier over de trein. Remy van Dijn van de Rabobank. 445, 446. En dat, dames en heren, zijn dan de dames Joke Smit en Martin Jongsma. Peter Zwart. En op einde, en dan met nummer 595, hadden we dan Amarin Stamminga. Hier kunnen we van. Dan hebben we nummer 293, gaan we met Anita de Leeuw uitdrachten. Hier dan met nummer 86, Nienke Huizena. En dan nummer 456, Ariana Kuipers van Impala. En voor de laatste, dan 57 minuten en dan 54 seconden. 344, Matthijs van Gent uit Voorschoten. Hier zijn we ook binnengekomen in zo'n 58 minuten. We waren dus even met nummer even van de winnaars van vandaag. We waren dus bij de jongens tot 11 jaar, Wim van Pengeren. Bij de jongens tot 15 jaar, Justin Postman. Bij de meisjes tot 11, Carlijn Graven. En dan bij de meisjes tot 15 jaar, Anneke Koostra. We gaan dan ook nog eens even kijken naar de winnaars. Hier dan bij de Rabo 8 van Drachten, Jan Stuursma, bij de mannen senioren, bij de mannen 40, Wim Opten, mannen 50, DJ Sene, bij de vrouwen, Jessica Oosterlo en bij de bedrijven Frank Rijntjes, 645. Dulke zijn straf en 746. En dan gaan we weer terug naar de bedrijven. Hadden we dan Leontien Helpri van Veneboeren Sport. 820, Jolanda Haakma van de Talan, die er dus binnenkomt, 59 minuten 22. Ook al een deelnemerslijstje krijgt, DJ Sene. Nou, dan hebben we dat ook nog weer rond. Dan is het hier dus lekker gezellig druk hier aan de finish van de Rabo 8 van de atleten. Hier dan, ja precies hè, hier met nummer 850, de binnenkomt van Anna O'Sullivan, dan hier met het nummer 604 gaan we dus ook naar de trein met Jelma Dekker. Jelma, geweldig meid, 1 uur en 3 minuten hebben we dan voor jou hier op de klok staan, 63. En dan, dames en heren, hebben we hier een geweldig goede podium en ik wil dan nog heel graag een heel dik applaus voor Brenda de Jong, Jacinta van Zijl en de winnares Jessica Oosterlo. Oké, Jessica, open dan.
En dan, dames en heren, ga ik eens even kijken hier, die er al zijn van de mannen. De eerste drie zijn compleet, jongens. Ivan is erop. Op een tweede plaats. Ivan Kamminga, AV Aquino Winschoten. 25 minuten, 21 seconden. En op een derde plaats. Ben Stellingwerf, Onderdendam. 25 minuten en 30 seconden. En dan, dames en heren, hebben we dus een geweldig hier op podium met Ben Stellingwerf, Ivan Kamminga en de winnaar Jan Duursma. En geef ze nog een keer een geweldig applaus. Heren, bedankt. We gaan naar de mannen 40. Op een tweede plaats. Andrew Harris-Larassen van Impala, 26 minuten, 18 seconden. Op een derde plaats, Martin Veenhuizen, AAC 61, 27 minuten en 10 seconden. En dan, dames en heren, we hebben hier een geweldig erepodium van deze Rabobank van Drachten bij de mannen 40. En een applaus voor deze mannen, Martin Veenhuizen, Andrew Larraakse en winnaar Wim Opten. We gaan naar de prijzenrijding.